Mijn naam is Jaco Klamer, ik ben fotograaf hier in Amersfoort. En ik ben blij dat ik hier op de tentoonstelling hang Impact, Photos That Matter. Mijn fotoserie gaat vooral over minderheden in de wereld en minderheden die in de knel zijn gekomen op een of andere manier. Soms door een oorlog, maar het kan ook door een binnenlandse twist zijn of honger of een andere reden waardoor mensen vaak op de vlucht gaan of in de knel komen. In Noord-Soedan, en dat zijn ook weer Nuba mensen in de Nuba gebied. En dat zijn ook christenen en moslims door elkaar heen, maar ze worden gebombardeerd door het noorden van Soedan. Dus je hebt daar ook, ze gaan dan niet zo gauw bij elkaar zitten, maar wel dat iedereen gewoon wegrent voor dat geweld. Het is gewoon vernietigend geweld. En ik merk dat als je door de wereld reist, er op heel veel plekken de situatie schrijnend is en soms nauwelijks onder de aandacht komt. En als ik daar een klein beetje in kan bijdragen om een bepaald probleem of een bepaalde moeite te laten zien en daardoor andere mensen te motiveren, dan word ik zelf wel blij van.